Een radio-dj die onder schot werd gehouden. Ja, Serginio Piquet, ook bekend als NPO Blend-dj. Die was, en het schijnt zich dus al vrijdag 2 augustus te hebben afgespeeld. Die zou met een aantal vrienden naar Antwerpen gaan. Hadden daartoe een auto gehuurd en die op het Singel in Amsterdam geparkeerd. En zijn toen op enig moment naar Antwerpen gereden. Nou, dat doen wel meer mensen. Ja. Alleen waren het niet dat Amalia in haar eigen auto, althans dat zal een auto van de beveiliging zijn geweest, ook onderweg was naar Antwerpen. En die woont natuurlijk in die buurt in Amsterdam. Dus wat gebeurt er? Het valt de beveiliging op enig moment op dat er een auto achter Amalia aanrijdt die exact dezelfde route rijdt, dezelfde afslagen, dezelfde manier richting Antwerpen rijdt. Zij checken dat kenteken onderweg, zien dat het een huurauto is en vertrouwen het zaakje niet. Zij bellen de Belgische politie, want de Nederlandse politie heeft natuurlijk in België feitelijk niks te zeggen. En die hebben gevraagd van, ga je dat eens even monitoren en kijken wat we daar moeten doen. Wat gebeurt er? Ze komen uiteindelijk aan op de Frankrijklei in Antwerpen. Een hele drukke straat is dat, een soort boulevard. Staan voor het stoplicht. Er rijdt een auto voor hen weg toen het groen werd. En op dat moment worden ze dus klemgereden door een auto van de Belgische politie. En zwaar bewapend stappen die uit. En die dwingen die vrienden uit Amsterdam, met die DJ dus, dwingen hem om uit te stappen. Ze zijn gearresteerd, een uur lang verhoord in de auto. En toen kwam de politie er uiteindelijk achter dat er eigenlijk helemaal niks aan de hand was. En dat ze dus helemaal niet kwaad de zin hadden om Amalia iets aan te doen. Ja. Maar we doen hier een beetje lacherig over. Maar ik heb het ooit een keer zien gebeuren voor mijn eigen ogen in Amsterdam. En je schrikt, zelfs als toeschouwer schrik je al. Ja, van wat er dan ik. Gebeurt. Want er komen 6 auto's. Dat was misschien wat groter materieel. Maar er kwamen uit 6 verschillende hoeken auto's. Er werd iemand onder schot uit zijn auto gehaald. Maar gaat dat dan heel hardhandig? Of je... Nou, ze vragen het niet heel vriendelijk. Nee. Er zijn dus ook beelden gemaakt van omstanders ook, waar hij natuurlijk ook ontzettend pissed over is. Want jij zegt, ja, die beelden gaan nu gewoon voor altijd rond. Dat je echt ziet dat ze echt die auto uitgepraat zijn. Hè? Dat doen ze meestal bij zware criminelen van jongens. Wees ervan overtuigd. Wat je in de film ziet. Want we get gaan out schieten. Of the car, sir. We gaan schieten anders. Dat lijkt me ook heel erg traumatisch. Ik heb een interview gezien van deze jongen met de NOS vanmiddag. En daar zegt hij ook van dat de politie daarna zei van, nou jongens, jullie mogen weer gaan. Heb je weer een mooi verhaal voor kerst. En veel plezier in Antwerpen. Ja, voor de dus kerst ik denk, dat lijkt me toch niet. Nee, maar wij hebben dus uiteindelijk wel dit even gecheckt bij een zeer gerenommeerde veiligheidsdeskundige. Hoe we dit nou eigenlijk moeten zien. Ja. Als je kijkt naar de feiten die er eigenlijk spelen, wat we specifiek weten is dat dat de kroonprinses enorm extreem bedreigd wordt. Dat daar een beveiligingsteam omheen hangt. Ja, en die moeten hun werk doen. En op het moment dat je dan gevolgd wordt vanaf Amsterdam tot aan Antwerpen en je zou dat negeren en er zou iets uit voortkomen, dan heb je je werk gewoon niet goed gedaan. De actie die nu uitgevoerd is, is heel vervelend voor degenen die in dit geval onschuldig daar op hun knieën geplaatst werden. Maar vanuit de beveiligingsoptiek is hier uitstekend gehandeld. Je moet en kan niet anders dan reageren op deze verdachte omstandigheden. Ik heb zelf in die auto's gezeten. Er zijn gewoon mensen die soms een beetje rare dingen uithalen. En die willen kijken en die willen weten wie zit er nou in. En die vinden het spannend. En daar is op zich helemaal niks mis mee. En het onderscheid moet je kunnen maken tussen mensen die dat doen en mensen die kwade bedoelingen hebben. En daar heb je je procedures voor. En op het moment dat je procedures uitvoert, ja, dan ga je dingen zien. En op het moment dat je het ziet, ja, dan moet je ernaar handelen. Het klinkt heel lullig, maar eigenlijk is het gewoon een gevalletje verkeerde plek, verkeerde tijd. Kijk, ik vind inderdaad dat ze hun werk fantastisch hebben gedaan. Hè. Het gaat wel om de prinses van Oranje. En ik denk ook tegelijkertijd, nou ja, het is op zich wel een goed afschrik-effect voor mensen die snode plannen zouden kunnen hebben met de prinses. Want je ziet nu gewoon dat er echt heel alert naar gekeken wordt. Dat kan jij vinden en deze expert ook. Deze DJ zelf en zijn vrienden zien dat toch beduidend anders. Ja, die was not amused, om het dan maar zeer mild uit te drukken. En... wat ik op zich wel snap, natuurlijk. Je zit er niet op te wachten. Laten we wel wezen, als dit je overkomt en je hebt zelf totaal ook niet in de gaten dat je iets fout doet, is dat heel cool. Confronteren natuurlijk. Ja. En daar kan je zelfs een trauma van overhouden. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel gewoon gebeurd. Nou, zij zeggen, ze hebben ook een advocaat daarin benaderd. En die ook heeft gezegd van ja, dit gaat zo ver. Dat wij eigenlijk willen dat er excuses worden aangeboden namens de koninklijke familie.
over de manier hoe wij hier behandeld zijn. Nou, daar is contact, want anders dreigden zij al met juridische stappen. Nou, weet ik niet wat je precies juridisch dan wil bereiken, maar in ieder geval, het Koninklijk Huis is benaderd en er zijn inderdaad, is er communicatie geweest tussen het Koninklijk Huis, en dat gaat al via de Rijksvoorlichtingsdienst, naar deze DJ en zijn vrienden. Ja, en daar wordt dan weer op z'n Haags, noem ik het dan maar, hè. We hebben namens het Koninklijk Huis laten weten te begrijpen hoe vervelend en beangstigend dit moet zijn geweest. De DJ en zijn vrienden lezen hier excuses in. Maar de RVD heeft daarna laten weten, nou, wij hebben helemaal geen, dit is wat we hebben gezegd, hè, en dat wordt ook betreurd, maar we hebben geen enkele excuses gemaakt. Ja, en zij claimen dus dat dat wel is. Want ik heb inderdaad deze DJ horen zeggen, dat ik schrijf het nog mee. Echt, ze hebben echt gezegd dat het ze spijt en ook echt echte excuses hebben gemaakt. Ja. Maar voor deze DJ is het nu ook gewoon oké, hè? Nee, hij zegt, van mij is het gewoon jawel, goed maar zo. Kijk, die RVD, dat is natuurlijk ook een beetje hoe de RVD werkt. Kijk, zij zeggen ook terecht, wij communiceren natuurlijk niet via de media over hoe wij weer communiceren met mensen zoals deze DJ. Dus wat wij ook überhaupt besproken hebben met ze, dat, ja, daar gaan wij zelf geen mededeling af doen. Dus we gaan ook niet vertellen wat we wel of niet gezegd hebben. Maar je ziet ook toch aan de woorden die de RVD gebruikt heeft, dat doet me altijd een beetje aan Mark Rutte denken. He, als hij weer wat geflikt had, laten we het zo zeggen, waardoor alles ontspoorde. Ja, dan zei hij altijd, ja, ik vind het heel vervelend dat er zoveel ophef over ontstaan is. Maar de zaak zelf, daar kwam hij eigenlijk nooit op terug. En dat is ook een beetje zo. Ja, Oké, ik weet niet hoe jullie het zien. Maar ik denk toch wel, stel nou, ja, dan ga ik toch een beetje met deze expert mee. Dat Amalia was iets aangedaan, iets overkomen. Ja. Omdat, anders heb je misschien een onschuldige jongen klem gereden. Ja, maar dat begrijpt deze DJ ook heel goed. Ja. Die begrijpt het ook heel goed. Zijn advocaat zegt wel, als we geen excuses krijgen, dan gaan we een zaak aanspannen. Moet je excuses hebben? Of had de RVD gewoon al meteen op die dag of de dag daarna moeten zeggen, jongens, hoe is het met jullie? Wat zou je geschrokken zijn? Ja. Wat vervelend. Het is onderweg. Juist. Nou ja, maar je hoeft toch niet daar, voor zorgvuldig handelen hoef je toch niet je excuses aan te bieden? Nee, kijk, alleen wat zij ook nog eens keer claimen, is bijvoorbeeld dat ze zeggen, dit vriendengroepje, ja, er is etnisch geprofileerd door de politie. Een advocaat. Volgens mij zegt de advocaat dat. Die praat natuurlijk namens, ik heb het ook in het parool gelezen, die praat namens zijn cliënten. En etnisch profileer betekent dus dat er bijvoorbeeld op huidskleur geselecteerd wordt. Ja. Hè? Dat de politie denkt, die mensen hebben een bepaalde huidskleur of zien er op een bepaalde manier uit, waardoor wij extra alert zijn. Nou, dat is niet zoals dat hoort. Hè? Dat hebben we ook met z'n allen afgesproken. Dus zij claimen dat dat ook gebeurt, terwijl de politie zegt, dat is niet zo. We hebben natuurlijk ontzettend veel informatie gehad vanuit Nederland dat deze auto op een verdachte manier voortdurend achter Amalia aanrijdt. Ik vind het volkomen logisch dat ze hebben ingegrepen. Wat Bart zegt, ben ik het helemaal eens, op de verkeerde plaats, op het verkeerde tijdstip. Ja. Hè? Dat had iedereen kunnen overkomen. Wie ook in die auto had gezeten. Begrijpen ze ook wel. Dat ze inderdaad nu begrijpen, zoals ze hebben de uitleg gekregen. Maar ik denk inderdaad, Tooske, wat jij zegt, dat het misschien te lang heeft geduurd. Ja. Had je inderdaad op diezelfde dag gezegd van, jongens, dit is er gebeurd, in plaats van, ga lekker Antwerpen in. Maar vind je het niet flauw dat etnisch profileren dan wordt bijgehaald? Nou, ik kan me wel voorstellen dat, als stel je voor, dit is je vaker overkomen. Eerste keer ben je nog naïef, tweede keer denk je, nou, het zal wel toeval zijn. Kan ik me voorstellen dat een soort van extra, nou, trauma is een groot woord, maar dat het wat dieper gevoeligheid zit, gevoeliger zit. Zodat het misschien eerder aan de opvat komt van, oh nee, het zal toch niet zijn dat het komt omdat. Maar wanneer eerst is dat dan goed gemaakt? Hè? Dat vraag ik me dan af. Dat kun je natuurlijk nooit tegenbewijzen. Je kunt nooit bewijzen als politie dat je dat gedaan. Nee, dat is ook zo, gedaan. Maar dat gevoel kan je wel hebben. Natuurlijk, ja. Nou.